Goedemiddag, mijn naam is Joost Aert en vandaag krijgen we de cosinusfunctie de basis van. Dit video is gebaseerd op de video over de sinusfunctie voor meer uitleg. Dit is gewoon voor een beetje een herhaling. Dus, we weten al, als je een cirkel hebt met vier kwadranten, ja, als je een hoek tekent voor dit eerste kwadrant, ja, hier hoek alfa, dan weet je op de y-as had je de sinus, dit is de sinus alfa. Op de x-as heb je de cosinus, dit is de cosinuswaarde. Vandaag kijken we naar de cosinus. Ja, kijk voor een andere video of sinus voor meer informatie. Cosinus merkt bij 0 graden, of bij 0, radiaal 0, heb je de waarde 1. Als je naar pi op 2 gaat, ja, en dan naar 90 graden, zie je dat je cosinus 0 wordt. Dat je dan door naar pi of 180 graden je cosinus gedraaid naar min 1, krijg je de waarde min 1. Bij 270 graden, 3 pi op 2, heb je opnieuw een waarde 0. De x-waarde zal 0 zijn. Bij 360 graden of 2 pi heb je terug 1. Dat is dus de verloop van de kosinusfunctie. Je weet tussen de waarde van 1 en dan wordt die op 2, dan wordt het 2 op 2 1 tweede. Tussen 0 en 1 ga je eerst min 1 tweede, min wordt het 2 op 2, min wordt 3 op 2. Kijk ervoor naar de sinusfunctie om te weten hoe je daaraan komt. Hier gewoon even een herhaling daarvan. Ja? Nu, als je een functie kan tekenen, teken opmaken, dan merk je dus, of grafiek kan tekenen, sorry, dan eerst bij 0 heb je de waarde 1. Dus waarde 1 hier heb je min 1, bij 0 heb je 1. Bij 90 graden pi op 2 heb je 0. Dus 90 graden. Bij pi 180 graden heb je min 1. Bij 3 pi op 2 of 270 graden heb je het waarde 0. En bij 2 pi 360 graden heb je terug 1. En dan merk je dat je die functie weer al eerst dalen en dan stijgen. Net zoals bij de sinus, dit is een periodische functie. Die stopt niet, loopt door. Dit is periodische functie. Ja. Wat is het domein van die functie? Het domein zal r zijn. Wat is de amplitude? Deze waarde is 2, amplitude is de helft van deze waarde van 2, is dus 1. Wat is de periode? Je merkt dat de periode 2pi is, vanaf bij sinus 2pi. Wat zijn de nulpunten als laatste? Wel, pi op 2 is het eerste nulpunt, 3pi op 2 is het volgende nulpunt, dan 5pi op 2 enzovoort. Dat betekent, als je uitschrijft, krijg je pi op 2 plus kpi. Ja? Dus de nulpunten zijn pi op 2 plus kpi. Bijvoorbeeld pi op 2 plus pi, pi op 2 plus 2 pi enzovoort. Dus pi op 2 plus kpi. Nu, dat is dus de kosinusfunctie opnieuw. Voor meer informatie over de opschrijving van de grafiek en de berekening naar de sinusfunctie, die is gewoon een herhaling van de kosinusfunctie, onthoud echter dat de kosinus van x gelijk is aan de sinus van pi op 2 min x. Dus een verschuiving van pi op 2. Ja. Denk voor aandacht de volgende keer. Dag, bye bye.